Dat was een korte pauze, maar fijn dat u allemaal in zo grote getalen dat zo snel voor elkaar gekregen heeft. Welkom terug. We gaan proberen hier met elkaar over te spreken. En als u daar iets aan wil toe of afdoen, dan ook graag. En probeert u dan mijn aandacht te trekken, dan kom ik bij u. Ik zou vast ook wel mensen teleur moeten stellen dan... maar misschien zijn er helemaal geen vragen, het is allemaal zo helder dat het... dat kan natuurlijk ook. Wow. Eens kijken of dat goed blijft gaan. Ja, ik hoop het wel. We hebben een aantal dingen gehoord. Daar was ook veel gewoon feitelijke informatie bij. Hoewel over sommige van die feitelijke informatie natuurlijk ook nog wel weer flink van mening kan verschillen. Ik wilde toch nog even terug naar de Centrale Bank, de Nederlandse Bank. Aart Hoebe, ik had hem nog niet geïntroduceerd, maar hij is divisiedirecteur Financiële Markten van de Nederlandse Bank. Net al even aan het woord geweest, misschien even als eerste reactie op al die dingen die we gehoord hebben. En dan meer specifiek ben ik ook nog wel, nou, die kan ik ook losstellen daarna, maar benieuwd naar dat ongemakkelijke gevoel wat ik overhoud aan dat open eind uiteindelijk. Daar zit dan, dus bij die commerciële banken, daar zit het dan misschien wel in orde. Hè? Hoewel we daar over de schaduwbanken nog wel even wat langer over kunnen praten. Maar daar is de balans misschien wel in orde. Wil ik ook meteen wel geloven. Maar dan zit er het open einde van de Nederlandse Bank achter. Maar misschien eerst even andere reacties die jij gehoord of hebt. Misschien een paar opmerkingen bij uitstek. Is dit te horen? Hoorbaar? Ja, dat is wel te horen. Een paar opmerkingen bij uitstek. Wat ik door elkaar hoor lopen in de discussie zijn vraagstukken die wij althans in de theorievormingen onderscheiden. En dat is het monetaire vraagstukken en financiële vraagstukken. En dat is eigenlijk het vraagstuk van geldschepping en geldgroei en rentebeleid enerzijds. En anderzijds vraagstukken van bankaire soliditeit, bankaire verliezen, kredietverlening. Daar zit een onderscheid tussen. Van beide, monetaire geldschepping en kredietverlening, weten we dat ze beide ontzettend belangrijk zijn voor de economie en voor het functioneren van onze samenleving. En dat er een verband tussen bestaat. En we weten dat er een verband tussen bestaat. En we weten ook dat het slecht kan gaan als er te veel is of te weinig van beide. Dus daar moet een goed evenwicht worden gevonden. In het geval van het monetaire deel zit daar één dimensie bij, dat daar een aspect van geldscheppingswinst in zit. Dat is winst. Winst. Dat is seniorage, noemen we dat. Dat is een duur woord. Dat is eigenlijk. Ja, de rechten van de heer die het geld kon slaan. Seniorage. Ja. En hoe wij dat bezien, want ook centrale banken kunnen niet geld zomaar uitgeven. Wij werken ook met dubbel boekhouding, dus er zit ook iets aan de andere kant van het balans. Als wij heel veel geld weggeven, dan hebben wij op een gegeven moment een negatief eigen vermogen. En dat is niet goed voor onze geloofwaardigheid. En dan gaan mensen niet meer in die briefjes die wij uitgeven geloven. Dus wij moeten dat voorzichtig doen. En waar we als samenleving zijn uitgekomen, is dat we vinden dat geldscheppingswinst, dat is van ons allemaal. Dat zit dus bij de centrale bank en dat gaat direct naar de schatkist. Of met enige vertraging gaat dat... is dat een inkomstenbron voor de minister van Financiën. En dat is voor landen waar de belastingheffing wat lastig is, bijvoorbeeld in Griekenland, eigenlijk ongeveer de enige manier waarop zo'n land zichzelf financiert, toch? Dat kan, maar ook in Griekenland zit in de euro, dus voor hun is dat iets ingewikkelder. Maar daar komen we misschien dadelijk aan. Nog één iets over het monetaire deel, om dat af te hechten. Dat hebben we niet aan de regering gegeven, maar dat geven we aan een onafhankelijke centrale bank. Zijn jullie nou eigenlijk die vierde macht waar... Dat komt er in de buurt van, ik zou niet willen zeggen macht. Wij voeren nee, macht uit, is in Nederland de wij dus voeren heel uit, ja. Wij voeren uit wat de Tweede Kamer en de wetgeving ons gevraagd heeft te doen. En dat is prijsstabiliteit na te streven en daarbij alle winsten die we maken terug te geven aan de samenleving. Dus aan de minister. En daar hebben we een mandaat voor. En daar is eeuwen literatuur en ervaring in talloze landen die erop wijzen. Even inbreken door de professor naast jou, Bezemer. Dan heb ik daar wel een vraag over die prijsstabiliteit. Want juist de tijd dat het dus, zoals ik het noemde, dan helemaal uit de klauwen liep, hadden we geweldige prijsstabiliteit. Maar heb je dus hele grote problemen op het gebied van toenemende schuld en huizenhoge reizende aandelenmarkt en huizenprijzen en zo. En dat is nou iets waar centrale banken typisch helemaal geen aandacht voor hebben gehad vanaf de jaren 90. Er is een heftig debat over geweest en belangrijke centrale bankiers zoals Greenspan,
Bernanke enzovoort, die hebben gezegd, nee, je moet daar geen aandacht aan besteden, alleen maar aan prijzen. Dat is juist het grote manco van de centrale bankieren de laatste 20 jaar geweest. Maar dat hebben ze gerepareerd dus, geloof ik. Ik wilde eigenlijk ik wilde het zo afpellen dat ik eerst monetair beleid doe, dan financiële sectorbeleid. En ik wilde eindigen beide met de twee uitdagingen die we hebben gezien. En de twee uitdagingen bij het monetaire beleid, waar we nu mee geconfronteerd zijn, is enerzijds hoe we omgaan met deflatie. Dus dat is veel moeilijker dan met inflatie. Hoe we prijsdalingen tegengaan en in zichzelf versterkende dynamiek in neerwaarts richting tegengaan. Dat doen we nu bijvoorbeeld door 3 miljard aan staatsobligaties per maand op te kopen en liquiditeiten in de markt te pompen. Dat zijn geen winsten. We boeken daar wel rentewinsten op. Als mensen die dat uiteindelijk gewoon in termen van bankbiljetten aanhouden, waar we geen rente over hoeven te betalen. Maar dat is een manier en we moeten nog zien hoe dat uitpakt. De tweede uitdaging is hoe we omgaan met vermogensprijsstijgingen, met name stijgingen in huizenprijzen of in aandelenprijzen, en hoe we dat verwerken in ons mandaat. En dat brengt mij eigenlijk naar het toezicht, want dat is het bruggetje naar die tweede taak die wij als centrale bank hebben, of in Nederland zit dat ook bij de Nederlandse bank, en dat is het toezicht op de financiële instellingen. Wat we hebben gemerkt is dat een taak is, de uitvoering van de kredietverlening laten we over aan de markt, aan de private sector. En dat proberen we te doen op een manier waarop de private sector ook zelf die risico's draagt. Dus als ze verliezen worden geleden bij de banken, dan moet ze die zelf dragen. En totdat ze uitgekocht moeten worden door ons. De ervaring tot nog toe in onze samenleving is dat die marktprikkels een van de meest efficiënte manieren zijn om die toewijzing van productiefactoren te regelen. We hebben gemerkt dat net niet werkt, omdat er perverse prikkels in zitten, een impliciete staatsgarantie, omdat de staat moet inspringen. Dus, en we hebben erg veel verliezen geleden uiteindelijk doordat we hebben moeten inspringen. Overigens niet echt verliezen voor de overheid, want de overheid heeft uiteindelijk in de ingrepen in de financiële sector amper verlies geleden, maar vooral in termen van gewoon het functioneren van de economie. Dus de krimp van de economie en het feit dat we nu pas weer in termen van economische productie en zijn. En dus waar verderfde belastinginkomsten voor de staat uiteindelijk ook dat. Maar, en dat is een veel belangrijkere inkomstenderving voor de staat geweest dan wat ze aan die banken hebben uitgegeven. Het gaat echt dus om de functie in de economie. De twee uitdagingen die we hebben geleerd zijn enerzijds dat de zekerheidsmaatstaf, dus de minimumzekerheid die we willen in de financiële sector, dat die hoger moet liggen. Dus we willen als het ware de maximumsnelheid omlaag, of hoe, ik weet niet precies hoe je het moet uitdrukken, maar we willen gewoon een hogere zekerheidsmaatstaf in de financiële sector en in banken. En het tweede wat we hebben geleerd, of de tweede uitdaging, is dat we weten dat er een enorme cyclus is, de Minsky-these, maar er is iets cyclisch in hoe we omgaan met financiële contracten. En als het heel goed is, zien we de risico's niet. Als het slecht gaat, dan zien we de risico's overmatig. En daar zijn we... Dat is die menselijke natuur ook een beetje. Dat is die menselijke natuur, ja. Dat is echt. En daar zijn we instrumenten voor aan het ontwerpen. Daar zijn we een eindje mee op weg. Dus we hebben nu in de toezichtregels, om een voorbeeld te noemen, een contracyclische buffer. Een buffer waarbij we aan banken vragen om meer reserves aan te houden op het moment dat hun kredietverlening sterker groeit ten opzichte van het BBP dan in het verleden groeide. Nou, wat blijkt dat een redelijke indicator is, maar niet een hele goede indicator. En wat is een betere indicator als je dat combineert met de huizenprijsstijging of met de vermogensprijsstijging. Dus we moeten nog manieren vinden om dat precies te kalibreren en dat vervolgens te implementeren. Dat is één punt. Dus dat wetenschappelijk onderzoek van professor Bezemer is handig voor jullie? Ja, absoluut. Zeer ook heel inzichtrijk. Dat, maar we hebben eerder met elkaar gedebatteerd. Ja, dat vermoed ik wel. Dit compliment verdient Dirk ten zeerste. Het tweede is wat we nou doen met die structurele stabiliteit die we in financiële contracten en in de hele financiële omgeving in een land willen. Voor banken vinden we nu bijvoorbeeld, of dat vindt onze minister, dat een bank minimaal 4% eigen vermogen moet hebben tegenover al zijn verplichtingen. Dus 4% van de
van het balans moet gewoon een risicoabsorberend vermogen zijn. Ik denk dat als we terugkijken naar de crisis, dat een hele belangrijke les is dat iedereen die een financieel contract aangaat, in staat moet zijn om een normale schok op te vangen. Dat die na die schok nog goed kan functioneren, krediet kan verlenen. En dat geldt niet alleen voor banken, dat geldt voor het schaduwbankwezen, geldt overigens ook voor gezinnen, geldt ook voor starters op de hypotheekmarkt. Dat geldt voor iedereen dat als er een schok optreedt en je wilt verhuizen, je wilt, of een bank wil iets anders doen, dat ze nog die kredieten kunnen verlenen en dat de financiële sector zijn kernfuncties kan blijven vervullen. Dat hij met 4% met zijn vingers tussen de deur zit als het misgaat. Zo is het minimaal. En nou, het kan zijn dat dat in nader zo overleg... Zo weinig hoor, 4%. Voor een, als ik dat in mijn gezin nou, aan, moet dan denk ik... Nou, voorstellen, een bank is niet een... een bank en bedrijven hebben 30% eigen vermogen. Een bank kan met veel minder eigen vermogen. En dat komt om twee redenen. De eerste is, een bankbalans is enorm opgeblazen in vergelijking met die van normale bedrijven. Omdat die producten die banken leveren, die blijven 30 jaar op de balans staan. Dus dat cumuleert omdat het hele langjarige producten zijn. De tweede is, in het geval van een bedrijf maakt iets en het verkoopt iets. En in het geval van een bank is die hele balans, dat is hun productieproces. En dus is het ook echt, en dat blijkt uit de empirie ook, dat je met 4% eigen vermogen en met nog wat achtergestelde schuldtitels bij elkaar ruwweg 8% van het balanstotaal, kun je van de afgelopen 50 jaar van de 140 grootste banken in Europa, in de, nou, alle 19 landen van de BankenUnie, kun je alle bankencrisis opvangen van alle banken behalve 3 of 4. 2 Ierse banken en 2 Cypriotische banken. Dus we hebben daarnaar gekeken, wat kan je wel en niet opvangen? En ik mag heel even eindigen, want ik zie dat het publiek wil heel graag vragen stellen. En dat is, ja, dat mag is, zo, maar je wil eerst naar de parlementariërs. Dat is, nee, serieus. Is, maar ik wil alleen... Dat komt zo. Ik wil alleen eindigen met de kernuitgangspunten. Want daar hadden we het eerder over, dat we moeten redeneren vanuit kernuitgangspunten. En die hebben wij. Dus ik wil geen enkel misverstand laten bestaan, die hebben wij. Die zijn... Een monetair beleid gericht op prijsstabiliteit op middellange termijn. We willen gewoon stabiele prijzen. Tweede, we willen deposito's van iedereen, van particulieren, die opvraagbaar zijn, die gewoon gegarandeerd zijn, dat er echt ook dat daar geen risico op wordt gelopen. En ten derde, we willen banken die heel verantwoord kredieten verstrekken. En als ze dat niet doen, dat ze zelf daar de gevolgen van hoeven te dragen. Ja, ik heb wat langer, omdat ik ook eigenwijs ben als gespreksleider, de Nederlandse Bank aan het woord gelaten, want dat is de laatste in de cirkel. Maar de allerlaatste in de cirkel, en dan ga ik eerst heen en dan ga ik ook hier naar het publiek en dan ga ik eerst daarheen en hierheen. En dan wellicht ook nog daarheen, maar ik heb u gezien. We hebben de bevolking gehoord, we hebben de commerciële bank gehoord, we hebben de centrale bank gehoord, we hebben de wetenschap gehoord. De volksvertegenwoordigers die ook aangesproken werden, hè, als de staat die iets moet gaan doen. We hebben twee gespreksdeelnemers hier. Arnold Marquise van de SP en Wouter Koolmees van D66. Ook keurig blauw en rood gedast, dat is altijd makkelijk voor ons. dat is prettig. Maar... toch even, Marquise, als we dit zo horen, dan is de kern van het probleem niet inderdaad gewoon, er is veel meer schuld dan geld. Hè, en dat moeten we maar eens even goed aan de overheidskant gaan regelen. Wordt u hier zeg maar bevestigd in een aantal dingen die de SP al langer gezegd heeft? Dus het moet veel centraler door de staat geregeld worden, zodat we ook iemand hebben om aan te spreken. Dat is zo prettig, hè, dat je iemand kan aanspreken altijd. Dat is niet wat wij al langer hebben gezegd, overigens, hoor. Wij zeggen inderdaad wel vaak van de overheid zou dat moeten doen. Wat mij wel opvalt is, als ik de Nederlandse Bank hoor, van het gaat nu juist niet over geld. We hebben hier een thema-dag over geldschepping. En ik hoor de Nederlandse Bank niet over geldschepping. En dat...
Als ik dan een aantal jaar terugkeek, dan in 2008, ik weet nog dat wij vragen hebben gesteld over de subprimes. En toen hoorde ik de Nederlandse Bank niet over de subprime hypotheken. Wat ik vaak zie is dat de Nederlandse Bank een commentator achteraf is. Waarom zijn die subprimes belangrijk? De subprime hypotheken, dat waren de hypotheken die in Amerika waren gegeven aan mensen die eigenlijk hun hypotheek niet konden betalen. Die werden verpakt, verknipt en weer gebundeld. En dat werd prachtige sketch van Monty Python. Er werd een stempeltje opgezet, triple A of wat dan ook. En dat bleek dan uiteindelijk toch niet voldoende te zijn. Wat mijn probleem vaak is bij een Nederlandse bank, is dat ze commentator achteraf zijn. En wat wij hier willen doen, met name als politici, is vooruitkijken. Daarom dat ik ook nu het eigenlijk teleurstellend vind dat ik dan Nederlandse bank juist niet over dit probleem hoor. En ook niet over het probleem wat de heer Bezemer heeft aangestipt, het probleem van de schulden. Ik denk zelf ook dat dat een van de grootste problemen is waarmee we zitten. Ik hoor ook, dat wordt gezegd, nou die geldcreatie is eigenlijk een soort bijproduct van schuldcreatie. Dat vind ik trouwens ook al een zorgelijk iets, hè, dat het niet iets op zich is. Maar die schuldcreatie, we hebben gewoon... Dus dat bent u met de Stichting Ons Geld eens? Dat ben ik met de Stichting Ons Geld eens. Ik ben het niet met alles eens, maar met dit punt zeker wel. En ook dat je het voordeel van geldschepping moet niet bij de banken liggen, maar moet maatschappelijk liggen. Ik ben overigens... Bewaakt de Nederlandse bank toch? Wat is daar niet goed aan dan? Nou, dat is zeg maar gewoon als algemeen principe van waar moet de geldscheppingswinst terechtkomen. Dat is iets wat we met z'n allen moeten delen. Mm-hmm. Ik wil overigens nog wel zeggen dat ik het zeer waardeer dat Ons Geld dat initiatief heeft genomen. En ook overigens de initiatiefnemers van vandaag om dit te bespreken. Omdat het inderdaad zo is dat het is veel te weinig bekend, inderdaad, hoe geldschepping plaatsvindt. Er zijn veel misverstanden over. En dat is overigens ook waarom ik, als we dus, want waarschijnlijk zullen we dan in de Kamer, het is een burgerinitiatief en dat zal dan waarschijnlijk gehonoreerd worden en dan kunnen we dat bespreken. Ik wil dan ook dat wij daar een hoorzitting inderdaad over, dat heb ik ook al voorgesteld, een hoorzitting gaan hebben in de Tweede Kamer, waarbij wij ook specialisten uitnodigen om het hierover te hebben. Maar toch nog even terug. Dit is achteraf. Hè, de Nederlandse banken willen ze graag vooruitkijken. Kijk ik ook graag even met jou vooruit, zeg maar. Wat is daar dan? Hoe zouden we de winst van die geldschepping komt toch terecht, bijvoorbeeld uiteindelijk bij de Nederlandse staat. Want dat is de Nederlandse bank die dat doet. Dus wat zou daar nou? Als we hier zouden luisteren naar die geldschepping, welke richting zouden we op moeten denken voor een beter systeem? Of is het systeem goed genoeg zoals het is? Ja, daar krijgen we dus het probleem dat het is heel moeilijk om van het ene systeem plotseling naar het andere systeem. Een systeem is op een gegeven moment op een bepaalde manier geëvolueerd. En de vraag is dat, had je dat aanvankelijk zeg maar op de tekentafel geschetst, had je dan hetzelfde systeem gemaakt? En je zit altijd met het systeem dat er eenmaal is. En van daaruit moet je verder beredeneren. Wow, dit klinkt heel gematigd, want revoluties zijn altijd voor een nieuw systeem, toch? Maar laat ik daar dan één ding op zeggen nog. Ja. Want dan hoor ik de heer Teunis zeggen van, ja, en we moeten niet de grote risico's nemen. Nou, daar ben ik het dus ook mee eens. Daarom wil ik ook eerst die debatten. Ik had wel gehoopt dat hij ook zo'n slide had gemaakt over de euro. Want dat was ook een gigantisch groot risico dat we namen toen, toen dat kwam. En dan had ik ook gehoopt dat de ING daar een mooie slide van had gemaakt. Ja, dat gaat niet zo ver. Daar hebben we het ook heel vaak over gedebatteerd. Maar het is in de nationale setting. Ja, natuurlijk, we hebben de euro als munt, dat is waar. Maar we hebben al een hele middag. Het is een enorm lang programma. Ik hoorde verschillende keren de opmerking langskomen dat de winst van geldschepping gaat weer naar de centrale bank, die geeft het aan de minister van Financiën. Maar dat is niet waar. Mooie dingen doet voor de mensen in het land, maar dat is niet waar. Als je een hypotheek neemt, betaal je over je looptijd, betaal je die hypotheek 3 keer terug aan een commerciële bank. Ja. Dus dat is wel iets anders. Ja. Nee, dat is natuurlijk de driver erachter om die schuld te vergroten. Want daarom leidt het niet tot economische groei. Dat is allemaal effectieve vraag die weglekt uit de economie. Ja, dat is een van de redenen dat verstrekken van krediet aan speculeren op de beurs en huizen slecht is. Dus een rem kan zijn op de economie. Zo is het. Ja, wat je net uitlegde. Oké. Okay. En dat is
En dan zou je dan kunnen denken dat je die twee manieren van kredietverstrekking uit elkaar trekt, ook wetgeving, ook qua wetgeving. Ja, je moet bedrijfskredietverlening moet je anders behandelen, ook in de regulering. Ook wettelijk. Dan hypotheek. Ja. Absoluut. Want ja. Het heeft heel andere macro-economische gevolgen. Ja, ja, dat is een uitvloeisel van het onderzoek, zullen we zeggen. Ja. Ja, ja, ja. Wouter Koolmees, als laatste, en dan ga ik ook het publiek weer in en dan kom ik ook weer terug aan tafel hier. Ook nog toch de concrete vraag. Als we dit systeem, dit is langzaam gegroeid, dit is organisch ontstaan, dit is wat we hebben, daar kunnen we ook niet in één keer vanaf natuurlijk, dat zou ook heel onverstandig zijn. Maar wat moet er beter? Of hebben we helemaal geen probleem, want hebben we het gefixt? Het lek boven. In de eerste plaats ook mijn complimenten voor de stichting Ons Geld voor het initiatief. Want we gaan in de Kamer over praten en dat is ook hoog tijd. Ja, dat is mooi als burgers naar jullie komen om. Absoluut. Ja. Nee, maar we hebben het ook heel vaak over bankentoezicht, over bankenunies, over kapitaalbuffers. Ja. Maar dat wil zeggen, de kern van het systeem van geldschepping, geldcreatie, daar hebben we het weinig over. Dus ik vind het een goed initiatief en ook wat mij betreft gaan we erover praten. Maar dat vooraf. Wat ik, al die gesprekken die nu worden gevoerd, probeer ik een beetje samen te vatten. Wat voor mij de kern is, is wat de heer Bezemer volgens mij goed beschrijft, is de ontwikkeling van hypotheken, niet alleen in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, op de bankbalansen. En wat je daarachter ziet, is ook een grote rol voor in Nederland de fiscaliteit. De overheid die heel bewust heeft gekozen om mensen een huis te laten kopen, hè? In de vorm, en ook in de vorm van verschillende hypotheekvormen. Hè? We hadden annuïteitshypotheken in de jaren 80. Het werden aflossingshypotheken, spaarhypotheken. Je hoeft het niks meer af te lossen. En dat zag gewoon dat je leencapaciteit van de gemiddelde burger ging omhoog. En het was ook een feestje. Want de huizenprijzen gingen omhoog. Je moest wel steeds meer lenen om een huis te kunnen kopen. Maar ja, die huizenprijzen bleven elk jaar stijgen. En niemand wilde een einde maken aan het feestje. En dat, in de Verenigde Staten zag je iets soortgelijks. Dat de Amerikaanse overheid, Fannie Mae, Freddie Mac, maar ook George Bush, echt hebben gestimuleerd. Mensen kopen een huis, ook al heb je geen inkomen, ook al heb je geen assets, ook al heb je geen perspectief, koop dat huis. En dan krijg je bubbels. En dat is zowel in Nederland als in Spanje, als in Ierland, als in de Verenigde Staten, is het allemaal in het vastgoed gaan zitten. Dus die analyse deel ik heel erg. En dan ga ik een bruggetje maken naar het punt van het initiatief. Dan zie je dus ook dat de overheid heel slecht is in het verstoren van het feestje. En dat een overheidsinstelling die, zal maar zeggen, de geldhoeveelheid gaat bepalen, daar heb ik eerlijk gezegd weinig vertrouwen in. Nee, dan maak je het nog erger, zeg maar eigenlijk. Ja, dus, ik zeg wel vaker. Zou je het nog erger kunnen maken? Als wij denken dat het goed gaat, dan denken we dat het altijd goed gaat. Als wij denken dat het slecht gaat, denken we dat het altijd slecht gaat. Weet je, de Minsky-paradox, maar dan. En bovendien zijn politici erg slecht uitgerust om tijdens het feestje van de burgers te verstoren, want dan worden ze niet herkozen. Nou, kijk maar naar de discussie over de hypotheekrenteaftrek. Ja. D66 okay. Heeft heel lang die discussie willen voeren, maar we verloren daar elke keer de verkiezing op. Omdat andere partijen zeggen, nee, dat is een heilig huisje. Dat klopt niet helemaal. Waarom niet? Nee, tot 2006. 2006 precies. Voor 2006 was D66 een fel voorstander van de hypotheekrenteaftrek. Dank voor deze nuance van Arnold, terecht. Ja. Maar dan zie je dus ook dat daar heel veel weerstand tegen is. En wat mij betreft is de grote uitdaging voor het aanpassen van het financiële systeem, zit wat mij betreft, dat ik denk niet in het systeem van geldcreatie, maar zit wel in het systeem van hoe voorkomen we dat er weer van die bubbels ontstaan, en hoe kunnen we ervoor zorgen in het macroprudentieel beleid en in de regelgeving, dat we voorkomen dat er gewoon weer zo'n race omhoog gaat ontstaan en er weer bubbels in het systeem komen. Ja, als we dat wisten, wanneer moeten we de rem aantrekken? Want als je de bubbel voorkomt, kan je ook gewoon zorgen dat er gewoon niks beweegt en niks groeit. Dan kom je de volgende bubbel. Dat is ook de keerzijde inderdaad. Als jij niks aan initiatief mogelijk maakt, dan weet je één ding zeker, dan smoor je alles. Dus in zekere zin is het ook een kenmerk van de natuur, om het zo maar te noemen. Maar wat ik wel, kijk, we hebben wel heel erg scherp aan de wind gezeild in het systeem. Hele kleine buffers, hele hoge hypotheken, hele hoge loan-to-values, niet aflossen. Dan, als dat bij elkaar komt, dan zie je dus de crisis van 2008. Nee, maar toch even terug naar, ik begrijp wel dat je zegt, ja, wacht even, politici, nu moet je dat ook niet allemaal laten bepalen, want die zijn daar niet voor geëquipeerd, die worden verkozen. Dat mechanisme begrijpen we natuurlijk allemaal daarvan. Dat is ook een hele zinnige. Maar dat recht van de overheid, van de heer, om munten te slaan, wat een heel oud recht is, waar dat mooie woord seniorage bij hoort, dat is toch gewoon een overheidstaak. Hè? Dus daar heeft de burger
burger dan toch gewoon gezegd, dat geld geef je uit als overheid. Punt uit, daar hoor je bij te staan, te bewaken. Dat dachten we toch allemaal, dat het geld is. Er staat de handtekening onder van de minister van Financiën of van de president van de bank. Dat ligt er een beetje aan waar. Maar dat geldt voor, zal ik maar zeggen, de geldtoevrijheid door de centrale bank in het verkeer wordt gebracht. Mm-hmm. Dat geldt niet inderdaad voor de commerciële banken. Daar zit volgens mij ook de analogie van de heer Bezemer. Het is helemaal niet slecht als er geïnvesteerd wordt, als er schuld wordt gecreëerd, krediet wordt gecreëerd, als daar ook productiviteit mee wordt gecreëerd. Daar zijn we allemaal beter vanaf. Ja. De keerzijde is, als je het allemaal naar de overheid haalt, ja, dan veronderstel je, zal ik zeggen, een perfecte planner die alle informatie heeft en alle vragen en aanbod op elkaar kan brengen. En daar geloof ik niet in. Ik geloof namelijk in het voordeel van al die kleine actoren, al die individuele banken, individuele ondernemers, individuele huishoudens die gezamenlijk tot een systeem komen. Ja, als je dat centraal gaat plannen. The wisdom of the crowd. Ja, the wisdom of the crowd. Ja. Nou, ik geloof daar helemaal niet in. Ideologie. Nee, maar dit is echt ideologie. Er is een geloof dat als we het er niet over hebben, dat dan spontaan in het land de juiste hoeveel geld te velen bestaat. En ik denk door het erover te hebben, hoeveel geld hebben we nodig, dat je daar al een heel ander besluitvormingsproces krijgt. En in een digitaal tijdperk. Je wil geen inflatie, geen deflatie. Dus je weet wanneer het erop en eraf moet. We hebben in een digitaal tijdperk ongelooflijk veel informatie over prijsvorming door heel Nederland, door Europa. Je zou iets met die data moeten doen en daarover nadenken. En door het maar daar niet over te hebben, dat toevallig leidt tot de juiste geldhoeveelheid. Dat lijkt mij. Is dat zo toevallig, die geldhoeveelheid? De geldhoeveelheid voorspellen. Dan moet ik je teleurstellen, maar dat is echt buitengewoon moeilijk. Maar daar neem ik geen genoegen mee. Moeilijk zijn van allerlei dingen. Nee, maar je kunt. We gaan ook naar de maan. Laat ik het preciezer stellen. De wijsheid die de monetaire economie nu heeft bereikt, is dat je de geldhoeveelheid in term van deposito's en dergelijke is vraaggestuurd. Jullie willen meer op je deposito hebben. Je wil meer geld uit een geldautomaat in je bankbiljet hebben, dan krijg je dat. Wat de centrale banken bepalen dat niet meer. Dan kijken we vooruit. En sommige mensen vinden dat onvoldoende vooruitkijken. Maar wij hebben ook echt de beperking dat vooruitkijken best moeilijk is. Maar dan kijken we vooruit en dan bepalen we wel de prijs van geld. Dus niet de hoeveelheid van geld. En we beïnvloeden dit via de prijs van geld, de rente. En zo proberen we te sturen. En dat is moeilijk, want de rente die werkt door met een vertraging van ongeveer 4 tot 6 kwartalen in de economie. Oké, welke comment? Nou ja, ik wil even terugkomen op het punt van net over de, zou ik zeggen, de rol van commerciële banken in het systeem, de seniorage. Daar bedoel je dat je het wel 3 keer terugbetaald hebt als je een hypotheek neemt. Ja, precies. En dat het de winst is van de ING. Dat vind ik een terecht punt. Terecht punt van kritiek? Of een... Nee, dat is iets anders. Het punt is, wat verwacht je van commerciële banken? En wat zit er nu aan, en dat kwam net terug ook in de presentatie van Martijn. Er zit nu een impliciete en expliciete overheidsgarantie op heel veel van de banken. En ik vind het onterecht dat die garantie er is. Wat mij betreft is ook de ontwikkeling van de bankenunie. De ontwikkeling van de kapitaalbuffers. De ontwikkeling van, wat heet dan, zal ik zeggen, de ladder van wie betaalt er als het fout gaat. Hè? De aandeelhouders en de obligatiehouders. Dat is allemaal gericht, en dat vind ik een kern van de discussie, van hoe maken we de bankensector beter. Het is allemaal gericht om die expliciete en impliciete garanties terug te leggen daar waar ze horen te liggen. Namelijk bij mensen die het risico nemen, die er ook voor beloond worden als het goed gaat. Koos Timmermans, hij moet meer bij jullie liggen. Ja, ik denk als je gaat kijken naar moet de belastingbetaler ervoor opdraaien bij een bank, het antwoord is nee. We hebben afgelopen week van rating agencies een rapport gekregen en ons rapportcijfer is verlaagd. En normaliter ben ik er niet tevreden mee, nu wel. Want wat zeggen rating agencies? Die zeggen van, joh, banken, jullie kunnen veel minder op de staat rekenen in geval het misgaat. Hetgeen wij zien als een bevestiging dat de maatregelen die er zijn, betekenen dat ook externe partijen zeggen, nee, dit wordt niet meer op de belastingbetaler afgewendeld. Dus risico van beleggen in banken, ja, wordt groter, ja, daardoor. Want, ja. Ja, maar er zit wel een ander ding aan vast. En dan kom ik nog even terug op het punt, want we zijn in het huidige systeem meer beveiliging aan het maken. En daar ben ik het met Aart over eens. Toch even terug naar Paul ook. En het punt, moet je nu geldcreatie en kredietverschaffing, moet je die twee van elkaar splitsen? Waar ik het lastige punt daarin zie is het volgende. Als ik kijk naar u allemaal in deze zaal als een consument,
dan wat je in het algemeen merkt, is dat u stelt uw geld voor 2 dagen aan ons beschikbaar en dan wil u het weer opvraagbaar hebben, maar de lening die u wilt, die moet 30 jaar vast zijn. Gaan we naar die splitsing. Dus dan betekent het dat wij aan de ene kant hebben we die geldscheppingsbank, die zorgt ervoor dat u uw geld altijd direct opvraagbaar heeft. De vordering die wij hebben, wij storten dat geld af bij het Rijk. Ja, of bij de centrale bank. Daar zit dus de geldscheppingsfunctie. Nu is de vraag, wie gaat het krediet verlenen? En daar zit je met de moeilijkheid dat daar simpelweg, als je die twee uit elkaar haalt, is het moeilijk om dan die vraag en die aanbod aan elkaar te koppelen. Hetgeen betekent, er zit inderdaad, en dat is wel lastig, er zit een, en dat heet transformatierisico, maar er zit een inherente instabiliteit in het systeem, omdat nou simpelweg het aanbod van geld van u is van een kortere looptijd dan de vraag. Nu zit dat allemaal op die bankbalans en we versterken het door er wat meer buffers op te zetten en door te kijken van in een verhitte economie moeten we misschien wat afgekoeld worden en dat is waar Aard ook mee bezig is. Tegelijkertijd, als je het systeem splitst, weet ik niet wie nou die lange kredietverlening gaat verstrekken. Ik kom eigenlijk alleen maar tot de conclusie, en dan lees ik de Chicago School, dat je dan eindigt bij de staat ook. En dat is het lastige, dat je kan die eindjes niet aan elkaar knopen. En daar zit bij mij eigenlijk de zorg in de alternatief. En of de burger dan voor zijn lange kredieten of grote bedrijven dan nog wel, dan moeten ze aankloppen bij de staat vervolgens. Ik denk dat je daar bijna uitkomt, omdat eigenlijk simpelweg de spaarder, u zelf, niet het geld voor 10 jaar vast beschikbaar stelt voor een krediet. Want u wilt flexibiliteit houden en dat wil ik zelf ook. En daarom is dat er gewoon. Maar obligaties en staten zijn daar, staatsobligaties zijn al langer in, een langere horizon. Mm-hmm. Dat is een reëel probleem natuurlijk. Maar ik ga toch even nu, tenminste, ik had nog wel beloofd dat Boudewijn de Bruin niet mocht zeggen, maar ging dat hierover? Ja, ik wil even misschien toch het punt ideologie binnenbrengen. Kijk. Het lijkt erop alsof het debat vooral ook gaat, waar moet nou die geldschepping plaatsvinden? Bij de staat, bij private partijen. Ja. En het argument dat een aantal mensen aan tafel lijken te maken is van krediet is ontzettend belangrijk en dus is het een taak voor de overheid. En daar wil ik gewoon even een analogie maken om te kijken of dat eigenlijk wel zo'n aantrekkelijk argument is. Wat is voor ons nog belangrijker? Eten, drinken. Gaan we brood, het maken van goed brood een taak van de overheid maken? Nee, we kopen ons brood gewoon bij de bakker. Dus, het Sovjet-Unie niet, maar... dus in die zin denk ik dat het blote feit dat krediet belangrijk is, dat nog niet echt, ik zie de argumenten in ieder geval niet om dat dan direct naar de overheid toe te brengen. Ook niet als die overheid dat niet zo heel erg goed kan. Maar volgens mij is dat ook niet gezegd. Dat is ook niet wat gezegd is. Nee. Het ging over de geldschepping, namelijk waar banken goed in zijn en wat ze denk ik moeten doen, is krediet verlenen en risico's inschatten. Maar nu is het inderdaad altijd aan geldschepping gekoppeld. En daar heb je natuurlijk wel een probleem. En dan heb je ook toch wel, als je zegt van ja, afgelopen tijd is er veel prijsstabiliteit geweest. Ik denk dat ik daar niet mee eens ben. Want je kunt wel alleen maar naar het consumentenprijsindexcijfer kijken. Maar als je kijkt naar het vastgoed, aandelen, obligaties, daar zie je enorme inflatie in. Nou, laat dat het anders is, zeggen. Dat is eigenlijk waar het systeem heeft gefaald. Misschien heb ik kredietverschaffing gezegd, geldschepping. Dat, wie wil dat bij de overheid neerleggen? Nou, dat hoor ik toch meer aan deze kant dan aan deze kant van de tafel. En dan vraag ik me af, waarom zou je dat willen? Als dat iets is dat net zo belangrijk is als eten, drinken en Het pure feit dat het belangrijk is, is niet genoeg om het bij de overheid te leggen. Dat is een vraag die ik ga hier even naar het publiek. Ja. Ja, ik wou een tijdje geleden interveneren tegen de Nederlandse Bank. Ik verbaas mij enorm over de houding van de Nederlandse Bank. Ik dacht dat die aan onze kant zou staan. Wie is onze kant? De burgers. En de Nederlandse Bank gaat nu met zijn brede rug voor de banken staan en zegt dat alles wel in orde is. Dat verbaast mij hooglijk als burger. Ten tweede, ik heb 3 punten. De tweede is dat de 3%... Hier heb ik 1 vraag over. Waarom staat die niet in jouw ogen niet aan de kant van de burger? Even duidelijk, dat eerste punt. Ik hoor de toonzetting van de Nederlandse Bank is, nou, het valt allemaal wel mee en wij hebben de vinger aan de pols en het gaat wel goed. Nou, als iets ons de laatste 10 jaar is gebleken, is dat het helemaal niet goed gaat in die bankensector. Ik wou even terugkomen op die 3% eigen vermogen en even een opmerkelijk interview ter sprake brengen met de Greenspan, de oude aanvoerder van de vrije markt en de bankiers in Amerika, die heeft afgelopen zaterdag in het FD gezegd, alle crisis vinden hun oorsprong in het geldstelsel, waarbij financiële instellingen werken met een belachelijk klein eigen vermogenpercentage van 3%, waar normale bedrijven 45%
nodig hebben om hun buffers op te vangen. En dit is, en dat het dan te maken heeft met die enorme balansen, dat is wat mij betreft een prachtig staaltje groupthink van de bankenwereld. En de derde? En de derde is het eeuwige misverstand dat als wij zeggen, als het burgerinitiatief, het moet een vierde autoriteit zijn die de geld schept, dat politici zouden zijn die afhankelijk zijn van kiezersgunst. Dat bedoelen wij helemaal niet. Daar moet het juist bij wegblijven bij die politici. Het moet echt een vierde autoriteit zijn die losstaat van democratische voorkeuren. Dat is even wij als Stichting Ons Geld. Precies. Ja. Ja. En jij maakt ook een voorstelling van de verleiders daarmee. Ik maak die voorstelling over de banken, ja. Ja. Maar dat weet niet iedereen hier. Aard Hoeven, waarom staan jullie niet aan de kant van de burgers of staan jullie dat wel? Nou, ik sta aan niemands kant. Ik sta aan de kant van prijsstabiliteit en aan de kant van financiële contracten die worden nagekomen. Dus banken die niet failliet gaan. Maar ook banken die kredieten verlenen. Als wij nu de kapitaaleisen voor de banken fors omhoog zouden schroeven in hele korte tijd, dan is het risico vrij groot dat de kredietverlening enorm omlaag gaat. Terwijl we juist willen dat de economie kredieten krijgt. Dus wij kijken hiernaar vanuit het belang van de economie om kredieten te krijgen samen, en dat is een heel delicaat evenwicht, samen met het versterken van de balansen van die banken. Onze banken de kant van de burger, dat moet het parlement mee opletten. Dat is de burgervertegenwoordiger, toch? Nou, het parlement, maar die maken de wetten waar wij ons aan, die onze opdracht zijn. Er werd net gesproken over 3% kapitaal. We waren de Nederlandse banken, sommige Nederlandse banken waren dichter in de buurt van 2 dan van 3. Inmiddels zitten ze bijna op 4. Ik maak me sterk dat ze nog verder omhoog gaan. Dus laat ik. Maar het is nog geen 45% of 30% werd daar net gezegd. Nee, maar dat wordt het nooit. Dat wordt het nooit. Dat zou denken. Kijk, in die zin, het heeft ook een efficiëntiekost. Hoe meer eigen vermogen je vraagt, hoe minder een bank kredieten gaat verlenen. En 3 banken van de 150 die er niet aan voldoen, dat is zeg maar, dan zit je op het juiste. He, dat zei je net, zo van, ja, van de 150 grootste banken zijn er dan 3 niet doorgekomen. Nou ja, dat risico moet je dan maar lopen, zeg maar. Ik denk dat je nooit alle risico's kunt uitsluiten in een economie. En dat je, daar heb je ook een overheid voor. Koos Timmermans? Dus, ja, ik zou toch één ding. Moeten banken genoeg eigen vermogen hebben? Het antwoord is ja. Hebben wij met kredietverlening, met risicomanagement, is dat feilbaar? Het antwoord is ja, daarom heb je meer buffers nodig, want dat is een marge voor fouten. Nou, daar ben ik het mee eens. Alleen, dat percentage van balans, er zit een fundamenteel iets wat anders is tussen een bank en een bedrijfsleven. Kijk, als ik bij Heineken werk, dan heb ik voorraad op mijn balans en zodra ik iets verkoop, is de voorraad weg. Bij ons zit je met het punt dat zodra we iets verkopen, komt de voorraad op de balans. En dat maakt eigenlijk een bedrijf en een bank toch wat andere instellingen. En daarom betekent dat je veel beter kan kijken. Heb je nou eigen vermogen nodig ten opzichte van winstschokken, potentiële verliezen, crisisscenario's? Het antwoord is ja. Maar dat percentage van die balans, dat is eigenlijk iets waar, daar kunnen wij moeilijk mee overweg, zeker in vergelijking met bedrijven. Toch even terug naar geld en krediet, hoop ik. Want dit is nu balans is ook belangrijk en het overeind houden van banken ook. En ik ga even naar de mevrouw hier die al vanaf het begin af aan een bijdrage wilde leveren. Ja, het gaat inderdaad even terug naar het geld. In ieder geval eerst even een opmerking voor mijn vraag. Ik radicaliseer altijd ter plekke bij dit soort debatten. Mooi zo. Ja. En dan ga ik 2 woorden zeggen, vrouwen en kinderen. En dan misschien luistert nu niemand meer, maar hier zit een behoorlijk mannenpanel. Op hetzelfde ogenblik zit er in de RAI ook een mannenpanel over beleggen met een guru als Mark Faber. En ze zullen het waarschijnlijk niet hebben over verantwoord leggen en wat er allemaal met het geld gebeurt in de flitshandel en ten koste van bijvoorbeeld voedselprijzen, hè, het gewone brood. Kinderen worden in Nederland behoorlijk dom gehouden. En 1 keer in het jaar krijgen ze een week en worden ze wijsgemaakt van hoe word ik rijk nu? En geld, 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 geld. Toch even niet over de hele maatschappij, toch? Nee. Terug naar hier. Ik mis, of ik vind eigenlijk een van de realiteit losgezongen discussie. Ik mis bijvoorbeeld meer over de samenhang met rente, met het flitskapitaal, met inderdaad wat al gezegd is, het eigen vermogen. Maar ook de rente en de kosten, dat zit er allemaal in. En waar staat dat geld voor? Er is natuurlijk ook goed geld, er is ook fout geld.
En er werd er gezegd door de heer Bezemer van over een woning. Ja, dat was geen toegevoegde economische waarde. Natuurlijk wel. Als je niet een dak boven je hebt, kun je ook niet echt naar je werk gaan enzovoort. Maar je kan hem ook goed huren natuurlijk. Je hoeft hem niet te kopen. Heb je enig idee van de huurprijzen tegenwoordig? Nou, en de koopprijzen. Ja, precies. Dus ik vind het echt... dat je veel meer zou moeten kijken van... en ook het idee van dat we alsmaar moeten groeien, ook onzin. En ik mis dus eigenlijk de reële economie met alle ins en outs. En daar zouden we het misschien een andere keer over kunnen hebben. En dit is een middag over geldschepping. Dat is een technisch, zou ik ook beginnen, een absoluut technisch onderwerp. Wat belangrijk is, denk ik wel, voor onze economie, maar een deel. Mevrouw hier, ja. Dank u. Ik kom even naar je toe en ik hou hem voor u vast. Ja, ja, hallo. Ik zal het proberen te structureren. Zal ik even staan? Ja. Drie dingen. Ik wilde ook, ja, het momentum is een beetje voorbij, maar ik wilde dus reageren op de meneer van de Nederlandse Bank. Hoe heet hij eigenlijk? Aart Hoeben. De achternaam. Hoeben. Huben. H-O-U-B-E-N. Hoeben. Aart Hoeben. Hoeben. Ik deelde een beetje dezelfde irritatie als George. Hij krijgt een 10 voor taalvaardigheid en voor zweven... Ja, maar goed, niet te lang, mevrouw. Even wat u echt gewoon... Ja. Dus het eerste ding. Dus als ik hem hoor spreken, hoor ik hem zweven boven het onderwerp. Semantisch perfect en alles, maar hij raakt niet de kern van waarom we hier zitten. En dat is, vindt u? Brengt u ons even naar de kern, dat zou mooi zijn. Dat is punt 2. Er staat hier als het ware een hele grote roze olifant in de zaal. Die geldschepping. Want zoals ik het begrijp, die mevrouw zei het net ook al, de reële economie die is maar zo klein. En de schuldenberg, die past hier niet in de ruimte. Daar hebben we het over. Dat wordt niet geadresseerd. Nee, dat hebben we wel benoemd. Maar is dat een probleem, vindt u? Nou, ik was een paar weken geleden bij een film, The Forecaster van Martin Armstrong. De BRICS-landen, dan hebben we het over Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika, die spreken hier ook over. China heeft dit op zijn agenda staan in de planning. Die wil die grote... Hebben wij dat niet? Hebben wij dat niet? Dat weet ik niet. Oké, dat is niet van meer. Dat is een... Zullen we daar even... Ja, maar ik ga niet iedereen 3 punten doen. Dus dan heb ik de eerste vraag stellen, heb ik dat wel gedaan. Dat geeft dan de indruk dat iedereen dat mag. Maar, pardon, u had ook nog een vraag van bijdrage. Nou, ik heb begrepen dat de bank, als geeft mij 100 euro, je hebt mij gegeven 3. En dat is wat heb ik begrepen van die manier van de bank. Okay. Ik kan u niet helemaal volgen. Ja. Nou, als ga ik bij de bank zeggen, ik wil 100 euro. Wat geeft mij de bank in werkelijkheid? Niks. Omdat je hebt al het geld gecreëerd. En de 3%, ik weet het niet, hij poseert het bij die centrale bank. Is het van hem of het is van de centrale bank? Als het is van hem, ik krijg 0. Dus alle contracten, dat zijn ze gedaan in Nederland, voor schulden zijn ongeldig wettelijk. Ik zou hier graag wel een feitelijke reactie op willen, want klopt dat nou eigenlijk of is dat flauwekul? Wat precies? Het verhaal dat deze meneer geeft, van zijn die contracten niet geldig en zo. Ik vraag me gewoon maar even af als leek, want daarom heb ik dit ook opgezet. Klopt dat? Ja. Nou, dit was denk ik een normatieve uitspraak, niet een feitelijke uitspraak. En ik wil graag iets zeggen over de rol van de Nederlandse bank of over de rol van de centrale banken. En het valt me langer op dat centrale banken participeren eigenlijk helemaal niet in dit debat. En hoe komt dat, denk ik? Omdat ze dus verantwoordelijk zijn. Maar nee, maar dan krijg je dus dit soort commentaar. Ze zijn verantwoordelijk voor stabiliteit van het bestaande systeem. En ze hebben dus een mandaat van politie. En daarom is het burgerinitiatief gericht op politici en burgers betrekken in dit debat. Want de centrale bank gaat pas wat anders doen in die mandaat anders wordt. En wat we eigenlijk voorstellen, Aart legde het denk ik net goed uit. De centrale bank heeft nu een indirect instrument, de rente. Mm-hmm. Die op een onduidelijke manier werkt en vaak niet eens na 4 tot 6 maanden. Wij stellen dat eigenlijk voor om dat te vervangen door een direct instrument. Dus door direct op de geldhoeveelheid te gaan sturen. En dat is dus fundamenteel, maar dat kan alleen maar veranderen indien de politiek een ander mandaat geeft. Deze maar.
Dat is in de jaren 80 geprobeerd. Het heette monetarisme en het mislukte. Waarom willen we dat opnieuw? Mm-hmm. Nou, ik ben het helemaal niet mee eens dat het is mislukt. Er zijn verschillende Friedman manieren... Friedman zei, je moet de geldhoeveelheid net zo hard laten groeien als de economie. En dan heb je stabiliteit van de prijs. Waar die geen rekening mee hield, is dat er heel veel geld gecreëerd wordt. Dat er heel veel kredietverlening plaatsvindt wat geen geld wordt. En dat je dus alle instabiliteiten buiten de... Dat krediet is lang niet altijd geld. Dat hebben we dus vandaag. Ja, en daar heb ik ook een probleem mee met het burgerinitiatief. Waarom? Precies nog een keer. Omdat je niet als staat alle vormen van geld die officieel geen geld zijn, maar wel inwisselbaar zijn voor geld, dat kun je niet allemaal controleren. Nee. Dus controleer de geldteveelheid. Garanties of zo van een lagere overheid of zo is ook geen geld, zeg maar. Maar is wel iets voor alles wat niet universeel gebruikt kan worden om mee te betalen in winkels enzovoort, is niet officieel geld. Maar dat zijn wel liquide middelen die inwisselbaar zijn voor geld. Maar, zo gauw dat hard gaat groeien. Maar dat is waar. Maar marktliquiditeit, er zal altijd een wisselkoers zijn tussen het officiële geld en aandelen Philips, goud, bitcoins, daar zit een wisselkoers in. Daar is niks mis mee. En ik kan je inderdaad ook met bitcoins betalen of met goud. Maar wat wij geld noemen, dat wordt door wet bepaald. Dus ik moet mijn belasting betalen in euro's. En het paradoxale is dat we binnen het huidige systeem dus ons belasting met commercieel bankgeld betalen. En waarom dat eigenlijk is de vraag. Dat is een cruciale vraag. En waarom de olifant in de kamer, die enorme berg krediet en dat kleine beetje geld. Is dat een probleem, Aardhoeve? Ja, ik wil toch heel graag... Ook aan de vrouw in de zaal. Wij gaan echt naar ons werk om te doen wat naar onze overtuiging het beste is voor de reële economie. Dat is voor ons uiteindelijk de bottom line. En de reële economie zijn dan gewoon het betalen is gewoon van brood, de economische activiteit. Ja? En bedrijven, mensen, werkgelegenheid. We doen het echt. We proberen dat te doen op een wijze die gewoon het beste is voor de maatschappij. Zoals gemeten door de economie. En we denken dat stabiele prijzen en stabiele banken daar heel belangrijk voor zijn. Dus dat een intermediaire doel is. Als we ons daarop focussen, dan rolt daaruit dat de economie het goed doet. U had een tweede vraag. En dat was die roze olifant of die grote olifant. Dat was de schuldenberg. Ik zal u vertellen, wij zijn het ermee eens dat de schulden in Nederland te hoog zijn. Dat we te veel schulden hebben. Dat komt deels doordat schuld in Nederland wordt gesubsidieerd. De fiscaliteit stuwt schulden. En dat geldt voor bedrijven, dat geldt voor banken, dat geldt voor gezinnen. Dat is buitengewoon moeilijk om dat aan te pakken. Daar wordt een begin gemaakt om dat met 0,5 procentpunt per jaar de belastingaftrek te verminderen. Maar dat wordt een hele lange rit. Wij zijn voorstander om als die... belastingaftrek blijft bestaan, dus als die aanzuigende werking vanuit een fiscale prikkel blijft bestaan, om dan ook gewoon een harde grens te stellen. En bijvoorbeeld te zeggen dat je niet meer dan 90% van de waarde van een huis mag lenen in termen van schuld, zodat je altijd een schok in de huizenprijzen kunt opvangen. Omdat die schuldenberg aan de grote kant is inderdaad. Te hoog is. Ja. Die is te hoog. Maar waarom vindt de Nederlandse bank dat nu pas, als allerlaatste? Dat is mijn vraag. Dat is heel laat. Er waren ook allerlei partijen en allerlei kranten en zo ook wel tegen, hoor. Maar goed, andere bijdrage uit het publiek hier. Ja, ik ga het maar even bestaan, Peter Verhaar. Ons gevaar is dat ik weer terugkom in de discussie die eerder plaatsvond. Dat loopt een beetje rommelig. Ik wil eigenlijk even reageren op de heer Timmermans. Die zei van, ja, wij als bank hebben een transformatiefunctie. Nou, dat begrijp ik, heb ik ook zo geleerd. Mij ontgaat waarom... Transformatiefunctie, even, wat was het ook? Nou ja, de banken trekken kort geld aan, hè, en moesten het lang uitzetten. En meneer Timmermans zegt, ja, wie gaat dat doen als wij het niet doen? Nou ja, meneer Timmermans, voor in de jaren 80, toen ik monetaire theorie leerde, hadden we hypotheekbanken. Die hypotheekbanken werden gefinancierd gewoon door pandbrieven. Die werden geplaatst bij institutionele beleggers. Die werden geplaatst bij ons, rijke particulieren. Ik zou niet weten waarom we niet terug kunnen naar dat systeem. En dan kom je wel weer terug. Hoe liep het af met die hypotheekbanken? Ja, dat zijn toch die Amerikaanse, die twee, van Fannie Mae en... Waarom liep het af met die hypotheekbank? Omdat ze het niet hielden aan de verhouding van, je moet het gewoon met 100% eigen vermogen financieren. In die begin jaren 80 gingen ze eigenlijk gewoon bankjes spelen en daardoor ging het mis. Ik zou niet weten waarom een commerciële bank wel via geldschepping vooral kort financiert, het bedrijfsleven financiert, hartstikke nodig wat meneer Bezen ook zegt, maar de lange
de lange financiering en met name hypotheken weer overlaat aan partijen die ook langere verplichtingen hebben. Zoals ik als particulier met mijn eigen portefeuille of een institutionele belegger. Dan worden jullie balansen worden korter, je hebt minder eigen vermogen nodig, het systeem wordt stabieler. En wij hebben als particuliere en institutionele beleggers ruimte om onze assets ergens kwijt te kunnen. En wie zou dit moeten bepalen? Van je moet ruimte bieden op de financiële markten voor nieuwe financiële instituten. Meneer Timmermans? Ik denk dat je, als je die kant uit zou gaan, dan betekent het inderdaad dat de lange financiering voor een stuk bij, noem het maar, hypotheekbanken zouden komen liggen die lange obligaties uitgeven en u koopt die obligaties. Dan gaat u er wel vanuit dat u die obligaties ook altijd ten alle tijden wilt kunnen kwijtraken, want we blijven nu eenmaal met het systeem zitten. U wilt uw geld korter beschikbaar stellen en u wilt het lang lenen. Nou kom je dan in het punt, als u dus die obligatiebezitter bent, dan loopt u het marktrisico. Dus, en voor een deel, dat is ook voor een deel het Amerikaanse systeem, waarbij alle particulieren dat risico dragen. Dus het risico is de wereld niet uit, maar je legt het eigenlijk weer terug bij de consument. Dat is wat je wel doet. Ja, dit horen de kijkers thuis niet, hè? Want er kijken ook echt serieus honderden mensen thuis. Dus dat geeft juist financiële stabiliteit. En die obligaties, nou, ik heb heel even lang in de financiële wereld gezeten. Daar hebben we markten voor om obligaties te verhandelen. Oké, daar was nog een bijdrage. En dan of een vraag. Ik hou het kort. Ik heb eigenlijk twee dingen te zeggen. Het eerste is, als we het hebben over prijsstabiliteit, dat is een mooi soort doublespeak, want dan hebben we het eigenlijk over stabiele geldontwaarding. Dat is één ding, dat wil ik graag duidelijk maken. Het tweede is, waarom geldschepping in deze context bij de overheid zou horen, is, stelt u eens voor dat u brood uit het niets kan creëren en u heeft daarop een privaat monopolie. En mensen moeten daarover broodrente betalen. Wat zou dat betekenen? En in die zin verschilt het dus van andere behoeften in de zin dat geld uit het niets geschapen kan worden en daarmee een grote verantwoordelijkheid is. En het is anders dan brood waarvan alles voor nodig is wat een echt tastbaar iets is. Geld is een idee en vandaar dat het veel centraler en belangrijker geregeld dient te worden. Geld is een mysterie en daar... Ja, en net zoals het bloed van Christus en het vlees van Christus, hij komt het uit het niets en heeft het dus een speciale hoeder nodig, zullen we maar zeggen. Ja, ik weet niet hoe ik opeens de vergelijking kom opeens, maar ik denk opeens aan ja, uit het niets. Ja, dus het heeft een hele andere verantwoordelijkheid dan dat. Is dat? Ja, je kan dan je ook afvragen of je niet de andere kant op moet. Ik vind het een hele mooie zet in het debat hoor. Maar je zou dan ook kunnen zeggen, we hebben heel veel bakkers. Dus dan moet je ook heel veel banken hebben. Elke bakker wordt dan gewoon bankier. Dus dat is de andere kant die je op moet redeneren. Dan heb je het monopolieprobleem ook meteen opgelost. Dus ik ben nog niet helemaal overtuigd. Ik heb nog, ja, bezig maar. Dat is een hele aardige richting van het debat. Want in plaats van dat nou praten over centralisatie, dus alles in de handen van de overheid leggen, zouden we ook kunnen zeggen, er zijn ook allerlei andere vormen van monetaire hervorming nodig. Of van een andere ecologie van het bankenlandschap. Hè, dat 3 of 4 banken 80% van de markt hebben, is misschien niet zo gezond. Ik vind dat vruchtbare discussies. Waarom? Omdat dat een aantal stabiliteitsvoordelen heeft. Omdat met name. Ja, omdat een vlot wat uit meerdere deeltjes bestaat stabieler is op golven dan een grote balk, zeg maar. Ja. En dan heb je ook meer competitie. En we gaan naar een afsluiting toe. Er zijn allemaal mensen die willen deelnemen. Ik had het al gewaarschuwd. We hebben er 3 uur voor uitgehoord, wat lang is in ieder geval voor ons doen. Voor dit onderwerp helemaal niet. Maar die twee soorten schuld. Hè? De ene die kan in ieder geval schade doen en die andere die is in jouw opvatting goed. Hè? Dus namelijk het verstrekken van krediet aan een fabriek, hè? Bijvoorbeeld, of aan consumptie ook. Hè? Maar, nou, hangt er vanaf wat je maakt in die fabriek natuurlijk. Maar... Ja, dat is waar. Als je er gif... Ja, maar hè, dat is een andere discussie misschien. Maar, zouden die allebei ook voor een... Zouden daar twee op twee verschillende manieren qua regelgeving en de geldschepping die erachter zit... Zou dat een oplossing, denk ik, richting zijn die jij onderzoekt of die je zou onderschrijven? Ja, of? Absoluut, absoluut. Het heeft zulke verschillende effecten op de groei van de economie, op de stabiliteit, op de kans op crisis en op de diepte van de recessie die dan volgt op een crisis. Daarom zou je
met name hypotheken, maar eigenlijk alle leningen die er alleen gaan om de prijzen van bestaande assets te verhogen, omdat het gaat om handel in bestaande huizen, bestaand land, bestaande derivaten, bond en stocks en zo. Dat soort leningen moet je echt anders behandelen in de regulering dan bedrijfsleningen die bedoeld zijn om het productieve proces te gaan ondersteunen. Daar ben ik een warm voorstander van. Wat vinden jullie daarvan, Marquise? Ja, ik ben daar helemaal mee eens. Het geldt overigens niet alleen voor particulieren. Ook de schuldenaftrek bij de bedrijven is veel te hoog, waardoor bedrijven volgepompt worden met schulden. Dat is een groot probleem in Nederland. De schuldenberg is een van de grootste problemen die we hebben. Het remt de groei, maar belangrijker, het brengt heel veel mensen in zware problemen. En tegelijkertijd zie je dat heel veel mensen geen schuldhulpverlening krijgen. Dus het raakt de mensen nog eens aan verschillende kanten. Ik zet dit daarom ook nogal prominent elke keer op de agenda van die private schuldenberg. Wat er eigenlijk vaak als reactie komt, Rutte afgelopen week ook, als de huizenprijzen maar groeien, dan kom je er eigenlijk uit. Hè? Want dan sta je na een tijdje niet meer onder water. Als dat je beleid is. Groei van mevrouw. Dat is een soort passief beleid waar je hoopt dat de groei van de huizenprijzen je eruit haalt. Ik denk dat een wat actiever beleid nodig is om de schulden aan te pakken. Wat zou die actie moeten zijn dan, volgens u? We zijn helemaal aan het eind, dus toch nog even. We hebben daar een heel plan voor. En je hebt natuurlijk de mensen die al in de schulden zijn. Daar geldt natuurlijk vooral de toegang tot de schuldhulpverlening. Om te voorkomen moet je zorgen dat die aftrek niet zo groot is. Dat je mensen niet stimuleert. Dat zijn hele belangrijke. En ook kijken van mensen die al in grote schulden zitten. Daar zul je toch moeten kijken naar een vorm van schuldherstructurering. Nou, de comments. Nee, ik denk dat het belangrijkste is een beetje de combinatie van het verhaal van de heer Bezemer en het verhaal van de heer Verhaar. Is dat er veel meer concurrentie en alternatieven komen voor de financiering, vooral van hypotheken, in het Nederlandse financiële landschap. 80% van de hypotheken wordt inderdaad door de grote drie gedaan. Je ziet dat de afgelopen tijd ook door wetgeving, dat we er steeds meer buffers aanhangen als wetgever. Het wordt dus ook steeds onaantrekkelijker voor de drie grootbanken, zal ik maar zeggen, om hypotheken te doen. Zie je ook dat het wordt overgenomen door alternatieve financiering, door verzekeraars bijvoorbeeld, die wel 30 jaar willen uitlenen. En dat vind ik een hele positieve ontwikkeling. Ik ben een groot voorstander van crowdfunding, een groot voorstander van kredietunies, waardoor je gewoon een heterogener, stabieler, diverser financiële sector krijgt. En dat kan je inderdaad stimuleren door bijvoorbeeld hogere gewichten te hangen, hogere buffers te eisen voor hypotheken. Dan voorkom je inderdaad dat je te veel gaat investeren in improductieve assets en dat je weer je eigen zeepbel creëert. Dus dat vind ik de beste weg voorwaarts de komende jaren. En ik moet nu helaas echt weg. Ja. Koos Timmermans, allerlaatste woord. Eigenlijk vind ik wel dat je kredietverlening ergens in de pas moet laten lopen met het bruto nationaal product, met de economie. Nou, daar hebben we dan een andere mechaniek met buffers voor. Jij noemde dat net met hypotheken. Je moet het niet improductief aanwenden. Je kan zeggen, je wil meer participanten in de markt hebben, dan zou je ook wel moeten kijken, maar die totale hoeveelheid kredietverlening gaat die niet elders uit de pas lopen. En dat is niet om te zeggen van ja, maar we moeten geen crowdfunder hebben, maar toch, dat blijft een beetje die elephant in the room, is de totale hoeveelheid kredietverlening met terugverdiencapaciteit, en dat is nou eenmaal ons bruto nationaal product, loopt dat ergens in de pas. Eens. En daar is dan geld ook aan gekoppeld. Hartelijk dank allemaal. 3 uur van jullie agenda allemaal hier in de zaal is ontzettend veel. Heel hartelijk dank voor het komen. Heel hartelijk dank voor het komen.